Een groot deel van het gevangenispersoneel legt vandaag het werk neer om actie te voeren in Den Haag. Want als het aan de staatssecretaris ligt, hebben zij straks geen werk meer. Het is onze baan die op het spel staat. Zonder van een inrichting die zo goed draait, dat dat allemaal zo weggegooid wordt. Wat er nu op stapel is, dat is een aanslag voor Nederland, vind ik, wat er allemaal staat te gebeuren. Dus ik hoop dat we de tijd kunnen keren. En dus draait de koepel in Breda vandaag op minimale kracht. Er zitten ergens tussen de 100 en 150 mensen alleen nog vanuit Breda. Maar ik heb net contact gehad met Arnhem. Ook daar gaan verschillende bussen vertrekken uit het hele land. Zullen bussen gaan vertrekken richting Den Haag. Justitie wil 11 van de 29 gevangenissen in Nederland sluiten. Waaronder dus die in Breda. Een bezuinigingsmaatregel die honderden mensen straks hun baan gaat kosten. Wij zijn allemaal hele goede werknemers. We zijn stil en doen altijd ons werk. Maar nu ons werk wordt afgepakt, wordt het tijd om wat flink lawaai te maken. Volgens de vakbond is het trouwens ook nog maar de vraag of de bezuiniging ook echt kosten besparen.